Op 11 juli 1302 werd bij Kortrijk een leger van Franse ridders in de pan gehakt door een Vlaamse legermacht van burgers en boeren, aangevoerd door de leden van de ambachten. Het was de eerste keer dat een groot ridderleger verloor van burgers uit de nieuwe steden. En over die burgers gaan wij het vandaag hebben. Wij gaan kijken naar de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van de steden, die we in paragraaf 4.1 hebben zien ontstaan. En als het gaat over toenemende zelfstandigheid, dan hebben we het dus over politiek. Maar die zelfstandigheid die ontstaat ook doordat het economisch heel goed gaat met de steden. En bovendien zien we in die steden sociale verschillen ontstaan. In paragraaf 4.1 zagen we al dat na het jaar 1000 het aantal steden in Europa weer toenam. Op het kaartje hier linksboven zien we de belangrijkste handelssteden van Europa staan. En in de grafiek rechtsonder zien we het aantal steden dat er per jaar gesticht werd in Europa. En dan zie je dat er zo rond 1300 enorm veel nieuwe steden gesticht werden. En die steden, die werden centra van de nijverheid en van de handel. En daardoor werden ze ineens ook heel erg interessant voor een bepaalde groep mensen, namelijk de adel. Want die steden, daar ging nu geld in om. En van dat geld konden die stedelingen mooi belasting betalen aan hun heer. Dat deden die steden natuurlijk niet zomaar. Daarvoor in de plaats kregen ze iets terug, namelijk stadsrechten. En stadsrechten, dat zijn bepaalde vrijheden die de stedelingen kregen. En die kon je vaak indelen in politieke en in economische vrijheden. Hier volgen een aantal voorbeelden. Als een stad stadsrechten kreeg, dan kon hij bijvoorbeeld eigen bestuur krijgen. Niet langer werd er door de heer beslist over de aangelegenheden binnen de stad, maar de stedelijke burgers mochten zelf over hun stad beslissen. Ook kregen ze vaak een eigen rechtbank. Niet langer besliste de heer wat er met een inwoner van de stad moest gebeuren als hij een overtreding had begaan, maar dat werd door een rechter uit de stad zelf gedaan. En ook kreeg de stad vaak recht op eigen verdediging. Dat kon bijvoorbeeld betekenen dat ze een stadsmuur mochten bouwen, waarmee er dus een letterlijke afscheiding tussen de stad en het platteland kwam. Stedelingen werden dus vaak eigen baas en de adel die had vaak alleen nog maar zeggenschap op het platteland. Natuurlijk hielden die wel toezicht in de steden. Daarvoor stelden die heren vaak een toezichthouder aan in de stad, de schout of de baljuw bijvoorbeeld. Die moest namens de heer de stedelingen een beetje in de gaten houden. Maar in principe kregen de steden, als ze stadsrechten kregen, dus heel veel politieke vrijheid. Daarnaast kregen ze ook steeds meer economische vrijheid. Die economische stadsrechten gaf de adel niet voor niets aan de steden. Want hoe beter het met de economie in de stad zou gaan, hoe meer geld er verdiend zou worden, hoe meer belasting de steden dus aan de adel konden betalen. En bij economische stadsrechten moet je denken aan het recht op het houden van een jaarmarkt bijvoorbeeld, waarbij mensen uit de wijde omtrek en zelfs van verder nog naar de stad toekwamen om spullen met elkaar te verhandelen. Je kunt denken aan het heffen van tol, bijvoorbeeld als doorgang bij een rivier of een belangrijke handelsweg. En je kunt ook denken aan het oprichten van gilden. En een gilde, dat is dik gedrukt, want dat is een begrip, en dat is een samenwerkingsverband van ambachtslieden, zoals bijvoorbeeld bakkers, slagers en smeden. En de organisatie van de stedelijke samenleving draaide voor een belangrijk deel op die gilden. Want zij verzorgden de leden van wieg tot het graf. Zij controleerden de kwaliteit van de producten en ze beschermden de gevestigde producten tegen nieuwkomers van buiten. De ambachtslieden gingen dus samenwerken in gilden. En die gilden werden in de stad steeds machtiger. Uit het verhaal van net bleek al dat die stad aantrekkelijk was voor verschillende groepen. Zoals dus die adel, zoals de burgerij, de inwoners van de steden, maar ook voor de boeren van het platteland. We zetten even de belangrijkste punten per groep op een rijtje. Nou, voor die adel was de stad dus aantrekkelijk, want daar kreeg hij belastinginkomsten van en daardoor werd hij minder afhankelijk van de opbrengsten van het land. Die konden nog steeds heel erg tegenvallen, ook al waren er allerlei verbeteringen in de landbouw gedaan. Nou, waarom een stad aantrekkelijk was voor de burger zelf, dat lijkt me evident. Die stadsrechten natuurlijk, die zorgden ervoor dat ze heel veel vrijheid kregen. En bovendien
Hoe beter het ging met de stad, hoe meer welvaart er natuurlijk kwam voor die stedelijke burgerij. Maar ook voor de boeren was de stad interessant, zeker voor de horige boer. Zij mochten het land van de heer niet zonder toestemming van die heer verlaten, maar als zij ontsnapten en 1 jaar en een dag uit de handen van de heer wisten te blijven, dan verkregen zij vrijheid. Dan waren zij een horige boer, maar dan waren zij vrij man. En de steden boden een uitgelegen kans om jezelf te verbergen van de heer, omdat het toezicht van de heer daar nou eenmaal minder groot was dan op het platteland. Dat klinkt allemaal dus heel aantrekkelijk, zo'n stad, maar er waren ook wel degelijk gevaren. Hier zien we een voorbeeld van zo'n middeleeuwse stad. En als we dan eens het riviertje gaan volgen, van rechts op de afbeelding naar linksonder, dan zullen je een aantal dingen opvallen. Kijk maar eens goed naar deze personen waar de cirkels omheen komen. We zien hier verschillende mensen die iets in de rivier lozen, van afval tot urine. Maar als we dan aan de andere kant van het bruggetje gaan kijken, zien we ook dat daar mensen aan het wassen zijn en zelfs mensen water uit de rivier aan het scheppen zijn. Misschien wel om er uiteindelijk van te drinken of om zichzelf mee te wassen. Bovendien zien we allerlei beesten door de stad lopen. De hygiëne in de middeleeuwse stad was heel erg slecht. De kans om ziek te worden was heel erg groot en epidemieën lagen dan ook constant op de loer. De bekendste epidemie is natuurlijk de pestepidemie geweest van halverwege de 14e eeuw, waarbij in sommige steden een derde van de inwoners omkwam. De slechte hygiëne speelt daarbij een belangrijke rol. Oké, dus de hygiëne is één gevaar van zo'n middeleeuwse stad. Een tweede gevaar zie je op dat huis daar helemaal onderaan. We zien daar een houten geraamte. En ook als we naar de andere huizen gaan kijken, dan zien we dat die vooral van hout worden gemaakt met strooien daken. Maar tegelijkertijd zien we uit die schoorsteentjes ook allemaal rookwolken komen. En het gevaar van brand lag in de middeleeuwse stad dan ook altijd op de loer. De huizen waren dicht op elkaar gebouwd. En als er ergens brand uitbrak, dan kon die brand heel snel overslaan naar de omgeving. Ondanks alle vrijheden was het leven in de middeleeuwse stad dus bepaald geen pretje. Toch zien we de steden groeien omdat veel mensen het leven in de stad verkiezen boven het harde leven op het platteland. Nou, dan gaan we als laatste nog even kijken naar wie er precies de macht hadden in de stad. Dat waren twee groepen. De rijke handelaren, die zichzelf vaak patriciërs noemden, die vormden het bestuur van de stad. En langzamerhand kregen zij daarin gezelschap van de ambachtslieden. Die gilden die we al eerder zagen, die werden binnen een stedelijke gemeenschap steeds machtiger. En deze twee groepen, de handelaren en de ambachtslieden, de groep ook waarop de stedelijke economie dreef, die hadden het voor het zeggen in de steden.